Jullie worden zometeen ontvangen door Chris. Hij werkt samen met studenten van de TU Delft aan zijn eigen robotdierenvolk. Hij ziet robotdieren als echte dieren met hun eigen plek binnen de evolutie. Zoals miljoenen jaren geleden uit de eerste bacteriën langzaam maar zeker verschillende diersoorten ontstonden, waaronder ook wij, zo is volgens Chris uit onze handen deze nieuwe diersoort ontstaan. Deze nieuwe soort staat nog helemaal aan het begin van zijn bestaan. Chris verwacht dat de wereld over 100 miljoen jaar, wanneer de mens zelf misschien al niet meer bestaat, is bevolkt door deze nieuwe wezens, waarmee hij experimenteert in zijn eigen robotdierentuin.